Ze huilt, maar ze lacht. En ze zou wel willen dat het anders was, maar ze zit in zichzelf vast. En wie reikt haar nou die hand die ze zo hard nodig had? Als ik om me heen kijk, dan zie ik sporen van duisternis. Afgelopen jaar is voor iedereen heel bizar geweest. De wereld in lockdown en we konden geen kant meer op. En mensen waarvan we houden kunnen we amper aanraken. En zij die ons ontvallen zijn, hebben in kleine kringen moeten begraven. Geen feestjes meer met vrienden of familie. Niet meer samen kunnen komen om God te aanbidden. Online lessen, thuiswerken, gezinssituaties staan op springen. En te midden van het alles mag je weten dat er één is die regeert. En dat er één is die ons hopeloze lot heeft omgekeerd. En die God wil zich laten kennen in zijn woord. Die God wil dichtbij komen hoe jij je ook voelt. Die God wil je leren kennen en een relatie met je hebben. Die God wil je beschermen en zijn plan met je delen. Die God heeft het beste met je voor, ook al zie je niet alle wegen. Maar je mag weten dat Hij een goede Vader is. En zijn liefde oneindig is. Hij is niet te vangen in beelden en als je hem beschrijft dan schieten woorden tekort. Nee, wij zorgen niet voor hem. Nee, Hij zorgt voor ons. En Hij kijkt naar jou. Hij ziet je zitten in je tranen alleen op je kamer. Hij ziet jou in je eenzaamheid. Want Hij weet, je bent veel liever samen. Je bent kapot, gebroken, moe en zonder kracht. Je zit in een visueuze cirkel waar je steeds dieper in zakt. En niemand die ziet die tranen achter die stralende lach. Nee, ze moesten eens van je weten. Want niemand die het van jou had verwacht. Je vertelt namelijk trots aan de wereld dat het goed met je gaat. Maar er zijn amper nog mensen waarmee je praat. En je hebt pijn die je tot aan het diepst van je hart raakt. Maar Jezus kwam naar de aarde en heeft die pijn moeten doorstaan. Hij is mishandeld, verraden en aan het kruis voor jou gegaan. Hij kent jouw pijn en elke uithoek van je hart. Dus laat hem alsjeblieft naar binnen, dan kan hij ook met jou aan de gang. Want God telde elke haar op je hoofd. Hij is de schepper die heeft gelegd in de moederschoot. Jij mag zijn zoals de koning van de wereld je heeft geschapen. Jij bent waardevol, perfect, uniek en zonder schaamte. Jij bent precies zoals God wou dat je zou zijn. Jij bent precies zoals God je kan gebruiken in zijn koninkrijk. En hij leeft voor jou zo hij zijn eigen zoon nog geven. En Jezus overwon de dood, dus laten we met hem leven. En hij weet, het zit soms tegen, maar hij zal ons niet verlaten. Wees het vruchtbare zout, ook op deze aarde. En wees een stralend licht. Omdat God je zo mooi maakte. Ze huilt, maar ze lacht. Goedenavond. Superleuk dat je kijkt. Mijn naam is Jesse van Wellen. En ik wil jou welkom heten in de allereerste talkshow van Mozaïek, We Are Young. Nou, wat doen we nou tijdens zo'n talkshow? We gaan in gesprek met gasten over een thema. En we proberen woorden te geven aan de onderdelen van het leven die er werkelijk toe doen. En we geloven dat er soms maar iets heel kleins nodig is. Iets wat je inspireert of wat je raakt, wat je kan helpen om de juiste keuzes te maken voor je eigen leven. Dus dat hoop ik ook voor jou, dat als je vanavond kijkt, dat het je aanspreekt, dat het je aanmoedigt en dat het je helpt om misschien iets te veranderen in je leven ten goede. Bij We Are Young hebben we 3 pijlers. En de eerste is to be. Er zijn. Jij mag er zijn. Jij bent onderdeel van dit leven. Je mag er zijn met al je tekortkomingen, met je falen, met je gebreken. Maar je mag er ook zijn met al je krachten, met je enthousiasme en met je talent. To be, jij mag er zijn. Tweede is to belong. Je bent onderdeel van het leven, je speelt daarin een cruciale rol. Er is iets voor jou weggelegd wat jij alleen kunt doen. Je hoort erbij met je kledingstijl, met je muzieksmaak, met je achtergrond, met je huidskleur. Jij mag onderdeel zijn van We Are Young. En als derde, to be loved. Geliefd zijn, wat is dat nou weer? Nou, zelfs in je moeilijkste momenten van je leven ben je geliefd. Zelfs als jij het helemaal niet meer weet, word je omarmd. Op jouw diepste punt zeggen we, het is oké. Je bent goed genoeg, je bent geliefd, je bent aanvaard, je bent bedoeld. To be, to belong and to be loved. We gaan zo meteen in gesprek over een thema wat ik heel kort ga inleiden. Want veel jongeren gaan gebukt in deze tijd onder gevoelens van depressie, negatieve gedachten, eenzaamheid.
We zijn benieuwd of er nou ook een verschil is tussen burn-out en depressie. En we zijn benieuwd hoe je erin komt, maar misschien nog wel belangrijker, hoe kom je er weer uit? We hebben mensen uitgenodigd tijdens deze talkshow die praten vanuit kennis, maar ook vanuit ervaring. Allebei doorleefd. We gaan zo meteen in gesprek met Corine en met Lois na het kijken van het volgende mediafragment. Steeds meer jongeren lopen in het begin van hun carrière al tegen zware vermoeidheidsklachten aan. Een kwart van de studenten ervaart een grote druk om te presteren. Zo hoog dat ruim 100.000 jongeren nu al met een burn-out thuis zitten. 1 op de 7 werkende Nederlanders zegt burn-out klachten te hebben. Nou, gewoon school legt wel een beetje hoge druk op je. Het gevoel dat je nog beter je best moet doen de hele tijd dan dat je eigenlijk al doet. Wordt verwacht dat je goede cijfers haalt, wordt verwacht dat je sociaal doet, wordt verwacht dat je commissies doet. Wordt gewoon veel te veel, vooral in je eerste jaar wordt er heel veel van je verwacht. Wij, jij en ik, we zijn bedoeld om te genieten van het leven. Het leven te vieren en om geluk te ervaren. Maar wat als dat dan allemaal even niet meer lukt? Omdat de periode waar je doorheen gaat heel erg donker is. We gaan het vandaag hebben over depressie in het thema Ze huilt, maar ze lacht. Misschien zit jij te kijken en ga je door zo'n periode heen. Zie je het allemaal even niet meer zitten. Dan wil ik dat je weet dat er iemand is die naar je wilt luisteren. Je kan het laten weten in de chat en er verschijnt een nummer in beeld. Daar kun je naar appen en er is iemand die graag contact met jou wil hebben over de tijd waar jij doorheen gaat. Je hoeft niet te wachten totdat er iets anders gebeurt tijdens deze talkshow. Als dit nu voor jou is, dan kun je direct appen naar dit nummer. Maak daar gebruik van. Bij ons aan tafel zitten Corine en Lois. Corine, jij bent psycholoog. Jij begeleidt jongeren die door moeilijke perioden van hun leven heen gaan. We gaan zo meteen wat vragen aan jou stellen, ook over burn-out en over depressie. En Lois die is aangeschoven, want we gaan jouw verhaal horen. Jij hebt namelijk helaas ervaring in de praktijk met dit thema. Je hebt zelf een periode gehad waarin je door een depressie heen bent gegaan. En daar ga jij een stuk openheid over geven. Dus dat vinden we heel fijn dat je dat wil doen en heel moedig. En daar komen we later in de talkshow op terug. Maar voel je vrij om gewoon in gesprek te gaan met mij en met Corine. Yes, zeker. Ja, Corine, we zijn ook wel benieuwd naar een stukje kennis over dit onderwerp. Hè? Dus we horen veel in het nieuws. Jongeren hebben burn-out, jongeren hebben depressie. Zou jij ons kunnen vertellen wat de definitie is van depressie? Ja, de meesten zullen wel herkennen dat je soms inderdaad niet zo goed in je vel kan voelen. Hè? Dat je je somber voelt, dat je niet lekker in je vel zit een paar dagen. Maar bij een depressie is echt zo dat je echt wel wekenlang merkt van elke dag voel ik me somber. Een groot gedeelte van de dag. Ik heb weinig zin meer in dingen te ondernemen. Geen interesse meer in dingen wat ik eerder wel leuk vond om te doen. Ja, je voelt vaak je waardeloos. Je hebt negatieve gedachten over je omgeving of over jezelf. Mm. En veel moe ook, hè, kan je daarbij voelen. Slaapproblemen, eetproblemen, ja. Zijn er op dit moment veel jongeren die daar doorheen gaan? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het de afgelopen tijd het ook misschien nog wat meer versterkt heeft. Maar het is altijd zo geweest dat veel jongeren dit wel ervaren. Ja. Als jij dit hoort, Lois, herken je dan dingen? Wat herken je dan? Ja, ik herken het zeker wel. Vooral dat in een sleur komen van somber voelen en van gewoon niet lekker in je vel zitten. En vooral dat het dan langer duurt dan een paar dagen en dat je... Ja, ik zag op een gegeven moment ook niet meer echt wanneer het nou ging stoppen. Dus dat herken ik wel, ja. Ja, want Corine, zou je ons kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een burn-out en een depressie? Ja, nee, bij burn-out zeggen we eigenlijk, dat komt vooral voor dat je energie mist om dingen te ondernemen. Je bent ergens in overbelast geraakt, bijvoorbeeld werk, school, studie. En depressie is echt vanuit je stemming. Dus je voelt je gewoon heel somber, heel lusteloos. En daardoor... wil je gewoon eigenlijk niet meer ondernemen. Voel je heel negatief en zit je echt niet goed in je vel. Ja. Ja, dus wat je zegt is, een burn-out kan ook gewoon op één terrein van je leven zijn. En een depressie is een soort van zwarte deken op je totale leven. Precies. Op je denken, op je gevoel, op je omstandigheden. Het voelt vaak ook voor jongeren zo, hè, of voor iedereen die een depressie ervaart. Van ik kan er ook nergens meer, ik kom er ook niet meer uit. Hè. Het is, in alle gebieden van mijn leven is het. Ja. Nou, dat klinkt best heftig. Ja. Depressie, ja. Zo voelt het ook. Zijn er ook nog verschillende maten dan van depressie, verschillende vormen? Ja, daar maken we wel onderscheid in. Je kan wat lichtere depressie hebben of ernstiger.
Het heeft vooral veel invloed op hoe het heel je functioneren beïnvloedt. En bij een ernstige depressie zien we ook vaker echt negatieve gedachten over het leven. Dat je het leven ook niet meer ziet zitten. Dat je soms ook van plan bent om uit het leven te stappen of te stoppen met het leven. En nou ja, dat noemen we dan wel een ernstigere depressie. Ja. Ja. Kom je dat veel tegen? Ja, helaas wel. Gelukkig ook niet ontzettend veel. Maar het komt zeker voor. Ja. Ja. Ja, als jongeren zitten te kijken en die herkennen zich in dit verhaal, dan is het wel echt belangrijk dat ze iemand gaan zoeken die ze erbij gaat helpen. Ja, ja. Zeker. Wat zijn lichtpuntjes of wat zijn triggers voor jongeren als ze dus door zo'n periode heen gaan om weer een klein beetje hoop te krijgen? Wat moet je daarvoor doen? Ja, bij depressie is juist, hoor je vaak terug van ze zitten heel erg in een negatieve spiraal. Het wordt alleen maar steeds slechter en alles versterkt elkaar. Maar juist door toch weer sociaal contact aan te gaan, toch met één iemand, ook al is het maar één iemand die je dagelijks even spreekt, al is het kort, dat kan echt wel heel erg helpen. Dat kan al heel veel effect geven op hoe je je voelt. Hmm. En die stap is heel groot, maar hele kleine stapjes zijn al heel mooi om, als dat lukt. En ook bewegen, ook al ga je even een ommetje, heel kort in de wijk, ook al heel belangrijk. Toch naar buiten toe, je niet terugtrekken op je kamer. Dat zijn hele belangrijke dingen. Het zijn juist de kleine dingen die weer een verschil gaan maken. Ja. Een beetje ritme, structuur in je dagen. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd ook door corona lastig geweest. Maar dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt ook inderdaad. Want ik had dat zelf heel erg toen ik gewoon lekker ging wandelen. Dan ga je iets meer van de wereld ook weer zien. En dan de kleinere dingen waarderen. Dus dat herken ik wel inderdaad. Ja. Mooi, lekker naar buiten gaan ook. Ja. Ja. Hey, en om dit stuk met jou al een klein beetje af te ronden. We gaan straks ook met jou natuurlijk in gesprek, Lois. Maar stel nou dat je één gouden tip mag geven. Dus we vatten alles weer even samen en er komt één gouden tip voor de jongeren. Ja. Wat zou je dan zeggen? Nou, ik wou dat ik een gouden tip had, waardoor alle jongeren zich ineens beter zouden voelen. Helaas is dat er niet. Wondermiddeltje. Een wondermiddeltje, ja, dat zou echt super fijn zijn, maar helaas. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je je negatieve gevoelens die je op dat moment hebt, dat je weet dat er hoop is. Hè? Dat je er wel weer uit. Dat er ooit dat wel beter kan gaan. En dat je door kleine stapjes te nemen in het proces, dat het positiever mag gaan worden. En ook al voelt het soms helemaal niet zo, zit je heel diep. Ja, dat je daaraan vast mag houden. Ik vind dat heel belangrijk is. Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk van, je weet soms niet hoe lang zo'n depressie gaat duren. Nee, klopt. Dus ga niet kijken per se al direct naar het einde, maar omarm juist het proces. En probeer daarin kleine dingen te doen wat je hoop geeft. Ja, verwacht daarin niet te veel van jezelf ook. Hè? Dus wees niet te veel eisend ook daarin. Ja. Mooi, we gaan luisteren naar een nummer. Ze huilt, maar ze lacht. Geschreven door Maan en nu gezongen door onze eigen Lisette. Geniet en luister mee. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door de wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze praat met ze mee en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. En u. Ze laat het los. En u, ze laat het los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een andere staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij nog vertrouwde nog steeds van haar houden? Als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. En u. Laat
zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. En kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doe ik pijn als ik huil, maar ik lach. Wel heel mooi. Ja, zeker. Mooi lied. En waar moet jij aan denken, Lois, als je dit nummer zo hoort? Of ja. Waar moest je net aan denken? Nou, het is zo waar. De tekst is zo waar. En ik denk dat zoveel mensen dat herkennen. Dat masker van je emoties niet laten zien. En er beter jezelf beter voor willen doen dan je eigenlijk voelt. Mm. En ja, zo mooi ook dat dan de tekst komt van ze laat het los. Mm. Ik denk dat heel belangrijk is. En mooi. Wel heel moeilijk, maar ja. Bedankt dat je hier bent. Yes. Dat je je verhaal met ons wilt delen. Heel dapper, moedig. Ben je altijd al zo dapper geweest? Nee, zeker niet. En nog steeds niet altijd. Nee. Nee, mooi. We hebben natuurlijk de hele tijd al gehad over burn-out, over depressie, over die zwarte deken. We hebben jou uitgenodigd omdat jij daar ook wat over gaat vertellen. Hoe zou jij de periode omschrijven waarin jij een last had van depressie? Ja, ik was heel somber in die periode. En bij mij draaide het allemaal heel erg om zelfhaat. Ik was heel erg bezig met alles aan mezelf verkeerd vinden. En heel kritisch op mezelf zijn. Met mijn lichaam, met wat ik deed en wat ik later wilde. En hoe ik dingen aanpakte. Ik was gewoon heel ongelukkig met mezelf eigenlijk. Hmm. Hoe zag zo'n dag er dan uit als je zo ellendig voelde? Ja, meestal begon het gewoon een beetje somber. En met dat er dan dingen in de ochtend gebeurden, al. Ja, je stond al somber op. Zeker. Ja, ja, gewoon geen zin hebben in de dag. Want er ook niet echt het nut van zien. Maar ja, met dat er dan dingen gebeurden, dat ik er gewoon van streek raakte van kleine dingen. Of paniekaanvallen had. Of mental breakdowns. En, Hoe zag zo'n... Dat klinkt heel heftig. Volgens mij was het ook zo als ik het zo hoor. Maar hoe zag zo'n mental breakdown er dan uit? Of zo'n paniekaanval? Wat gebeurde er dan? Ja, het was vooral heel veel huilen. Soms ook heel benauwd zijn. En gewoon... Ja, eigenlijk helemaal gek van mezelf worden. En meestal huilde ik mezelf dan in slaap. En dat was het einde van mijn paniekaanval. Ja. En dan werd het weer nacht en dan werd het weer de volgende ochtend. Ja. Had je ook dagen dat het elkaar gewoon opvolgde? Dat gewoon elke dag dan negatief was? Ja, zeker. Ik heb ook wel gehad dat ik dan hoopte dat het 's ochtends beter zou zijn. En dat ik, voordat ik naar school ging, al dacht, dit wordt hem niet. Corine, ik heb een vraag aan jou. Is Lois hierin uniek? Nee, zeker niet. Ik denk dat dat heel veel voorkomt onder jongeren. En dat het inderdaad soms ook niet zichtbaar is. En dat jongeren zich soms anders voordoen, maar het komt veel vaker voor dan dat we zien. Ja. Helaas, ja. Helaas, ja, zeker. Heb jij ook een soort specifieke aanleiding? Dat je zoiets hebt van, daar lag het aan en daardoor kwam ik geleek in een depressie. Nou, ik denk dat dat een combinatie van heel veel dingen eigenlijk was. Ik was heel kritisch op mezelf en ik had faalangst en ik wilde het gewoon allemaal goed doen. En ik plande mijn leven ook wel heel vol. Ook gewoon om afgeleid te zijn van de kritische stem in mijn hoofd. Ja. En door dat perfecte plaatje te willen creëren, denk ik dat ik daardoor ook juist heel veel stress kreeg en het allemaal eigenlijk niet meer aankon. Ja. Dat het constant gewoon niet lukte. Ja. Wat je wou. Ja. Ja. We hebben het met Corine ook net nog gehad over die verschillende vormen van depressie. Hè? Dus een matige depressie en een ernstige. Hoe zou je die van jezelf dan benoemen? Nou, niet de hele tijd, maar ik heb wel echt een periode gehad dat ik wel in een ernstige depressie zat van wat ik ervaren heb. Dat ik 's avonds in mijn bed eigenlijk huilde van God, laat dit leven alsjeblieft over zijn. Ja. En, ja. Heb je die momenten echt gehad dat je dacht van ik vind het leven echt niet meer leuk en de dood lijkt gewoon aantrekkelijker? Ja. Ja. En daarin, en als je dan naar God riep, had je dan ook het idee dat hij dan een antwoord gaf? Nou, in die periode eigenlijk helemaal niet. Nee.
echt eigenlijk in jouw donkerste periode ook de afwezigheid van God ervaren. Ja, zeker. Ik miste dat heel erg. En als jij nu terugkijkt, was God er dan echt niet? Nee, als ik nu terugkijk, dan zie ik wel in heel veel dingen dat God er wel was. En dat hij misschien ook wel zei van wees even geduldig. Ja. Het komt er. En maar ik ben heel blij dat ik dat nu kan zien. Maar op dat moment voelde dat echt niet zo. Nee, maar wel heel heftig hoe je dat zegt. Dat je gewoon in je bed ligt en dat je eigenlijk zegt... Ik ben super jong natuurlijk nog. Je hebt nog zoveel dingen te beleven en te ervaren. Dat je gewoon zegt, van, maar het leven is gewoon niet meer leuk genoeg. Ja. En dat je daarmee wil stoppen. Ja, heel heftig. En ook wel kwetsbaar, maar dat bedoel ik van... dat je zo dapper en moedig bent, dat je dit wel deelt. Ja, dus je raakt gewoon het diepste punt aan... waarop iemand misschien wel kan komen. Gewoon op het randje van leven en dood. En ik denk dat als de jongeren zitten te kijken... dat ik me wel voor kan stellen dat dat ook wel een trigger voor hun is. Van nee, ja, misschien zit je te kijken en herken je jezelf er ook wel in. En dat je denkt, ja, ik moet hier wat mee. Nou, wacht dan ook gewoon niet langer. En stap gewoon uit en zoek daarin ook hulp. En ik ben daarin ook wel benieuwd vanuit jou. Hoe kwam je er weer een beetje uit? Dus als je zo diep hebt gezeten, hoe kom je er dan weer uit? Ja, het is. Ik denk dat ik eerst had ik niet echt de hoop dat ik er überhaupt uitkwam. Maar toch ga je op zoek naar die dingen waar je aan vast kan houden. En ik probeerde vooral heel erg om me heen te kijken. En ja, te zoeken naar dat wat ik waardevol vond. En ik weet nog dat ik in de auto zat en. Het was zonsondergang, het was supermooi. En toen dacht ik, wow, ik ben blij dat ik nog leef. En ik heb dat toen zo in mijn hoofd geprent... dat ik dacht, oké, ik moet dit onthouden. Want als ik weer een moment heb dat ik dit niet meer voel... en dat ik me wel slecht voel... dan moet ik weten dat deze momentjes ook weer komen... en dat ik ze gehad heb. Dus dat zijn wel de dingetjes waar ik toen aan vast heb gehouden... en wat me beetje bij beetje wel weer wat een beetje eruit hoop heeft gaf. Getrokken. Ja. Er zitten natuurlijk superveel jongeren te kijken. En het is heel actueel en ook heel relevant en heel herkenbaar. En wat zou jij tegen jongeren willen zeggen... die door zo'n moeilijke periode van hun leven heen gaan? Dus stel dat jij tegen Lois kan praten... die er nog doorheen... die nu aan het begin staat en er nog doorheen moet, zeg maar. Wat zou je tegen haar willen zeggen? Ja, ik zou echt zeggen, heb geduld met jezelf... Met jezelf en met God en met iedereen om je heen. En neem de tijd om ook te groeien. Het gebeurt niet van de ene op de andere dag. En dat is oké. Het is oké als het even niet goed gaat. En ik raad ook wel echt aan om hulp te zoeken en om te praten. Als je denkt dat je hulp nodig hebt, pak dat dan aan en ga daarmee aan de slag. En geef de hoop niet op, zeg maar. Nee. Ja. En voor jou was dat voor jou, wat waren dan jouw lichtpuntjes, zeg maar? Ja, nou, ik heb één specifiek lichtpuntje wel. En dat is een goede vriend van mij waar ik mee ben gaan daten. dus dat is wel. Is dat dan ook een tip die je zou geven aan alle jongeren? Van Moziek, ga maar dan beginnen met daten als het moeilijk met je gaat? Nou, dat niet per se. Maar wat ik heel erg merkte is dat ik in hem had ik heel erg die connectie. En ik kon met hem praten over geloof en over andere dingen. Of ook gewoon leuke dingen doen. En hij stond daarin heel erg naast me. En als ik me slecht voelde, dan kon hij me weer hoop in praten. En hij zei altijd van, nou, ik weet dat het goed komt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je iemand hebt waar je je verhaal aan kwijt kan. En die naast je wil staan. Al is dat je vader of je moeder of iemand uit de kerk of een goede vriendin. Ik denk dat die connectie vooral heel belangrijk is. Ja, heel mooi. Bedankt voor het delen. En eigenlijk zeg jij dat ook, Corien, van dat hele punt over openheid. Van zoek gewoon ook iemand in je leven of in je omgeving... met wie je die eerste stapjes weer kunt gaan zetten. Het zijn juist de kleine dingen die weer een verschil gaan maken. Die lichtpuntjes. We gaan luisteren naar een nummer. Ik vind het echt een verschrikkelijk mooie start van het nummer... waarin de eerste zin klinkt zoals een sprankje licht het duister breekt. Het zijn juist die kleine lichtpuntjes die ervoor zorgen dat de doorbraak gaat komen. Er wordt gezongen, u bent sterk. Zoals een sprankje licht het duister spreekt, u bent sterker. Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt, u bent sterker. Licht dat altijd schijnt. Please.
door een dal van lijden gaan. U bent sterker. En als ik val en niet meer op kan staan, u bent sterker. Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind. Bent fantastisch. U bent sterker. Mijn God is ook jouw God. Ik wil je bemoedigen met het feit dat er geen plek is waar jij kunt komen waar God niet is. Er is geen periode in de tijd waar jij doorheen gaat waar God niet bij is. Die wandelingen, het bewegen, het afspreken met mensen, hij ziet het, hij hoort het en hij is erbij. Hij is sterker. Hij is dat lichtpuntje in de tijd. Misschien zit je te kijken en is er iets wat je heeft geraakt. Wat je misschien wel zelfs een naar gevoel heeft gebracht.
of een negatieve gedachte. Dat er iets is wat je heeft getriggerd. Waarvan je denkt, oh, dit moet ik helemaal niet hebben. Dan wil ik je aanmoedigen om juist door te zetten en contact op te nemen. Om te appen naar dat nummer wat ook in beeld weer verschijnt. We gaan hier samen doorheen. Het leven doen we samen. Dus als jij het moeilijk hebt, dan heb ik het ook moeilijk. Als jij negatief bent, nou, dan ben ik het ook. Want ik wil onderdeel zijn van ook waar jij doorheen gaat. Het leven doen we samen. Dus neem contact met ons op. Ik wil jullie, Lois en Corine, echt enorm bedanken. Ook voor je kennis en voor je ervaring, dat je het wilde delen. En het lijkt ons heel mooi. We hebben een soort van fantastisch plan waar jij mee kunt doen. Dat we een soort golf van lichtpuntjes gaan verspreiden over social media. Wat we al zeiden, het leven doen we niet alleen. Dus er komt een QR-code in beeld. Je weet wat dat is. Je pakt je telefoon. Deze. Dan scan je de code en dan verschijnt er een story voor Facebook en Instagram op je telefoon. Het lijkt ons fantastisch als je die deelt. Het is een soort symbool waarvan we laten zien aan iedereen, je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn mensen die om je geven. Er zijn mensen die er met je samen doorheen willen gaan. Dus het lijkt ons heel cool. Scan de QR-code, deel het, tag het, zodat wij het ook weer kunnen reposten. We zijn aan het einde gekomen. Helaas, de tijd vliegt met jullie. Wij zijn ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Als jongeren, laat het ons weten of het iets met je heeft gedaan. En je kunt meepraten en meedenken over wat het thema zou moeten zijn voor de volgende keer. Hoe leuk is dat? Dus als er een element is of een onderdeel is van het leven wat jij heel graag zou willen bespreken, laat het ons weten, ook in de comments. En wie weet wordt jouw thema de volgende keer besproken. Blijf kijken, want na de talkshow is er een nieuwe uitzending. Misschien ken je de cd Jezus Overwinnaar. Er zijn hele mooie beelden ook bijgemaakt. Die willen we aan je laten zien. We willen je laten meegenieten. Dus blijf gewoon ingecheckt en ingetuned op dit kanaal. En dan neemt Kees het zometeen van ons over. Nou, we zijn dus helemaal aan het einde. En dit gaan we veel vaker doen, dus hou de socials ook in de gaten en zorg dat je de volgende keer bij bent. Zorg dat je je vrienden ook uitnodigt om mee te kijken. Hou vol. We zijn trots op je en zet hem op. Tot de volgende keer.